Ja, wat mij nou gebeurt? Ja, dat was op oudejaarsavond. Ja, dus het is 12 uur geweest. Hé, ik heb gezellig geknuffeld met mevrouw. En ja, en wat gebeurt daar? Ik zit naar een muziekfeest te kijken uit weet ik veel welk jaar. En die draaien ze dan af, weet je wel, 's nachts om een uur of 1:30, 2. En daar komt ineens op het podium een man die ik al heel lang niet gezien heb. Sjaak Herp. En Sjaakie, die kennen we van één hit. Een hele rare hit trouwens. Met Manuela, met een ongeluk en noem het allemaal maar op. En wat gebeurt de hele nacht? En de dag daarna zit ik met Manuela in mijn hoofd. Ja. En ik, vrienden, jullie weten hoe je daarvan af kan komen. Er is maar één methode voor. En dan moet je het gewoon keihard en gewoon stevig van je afzingen. Dat ga ik nu even doen. En jullie kunnen gewoon dan ook even meegalmen. En dan fiets je zo vrolijk toch het nieuwe jaar in. Ambulance. Ja, ambulance. En Manuela ligt gewond in de armen van Sjaak Herp. Ja, ze lag daar zwaar gewond. Een glimlach om haar mond. Alsof ze zeggen wou, het lag niet aan jou. Het was een ongeluk, toch is mijn leven stuk. Ik bid tot God dat hij haar weer teruggeeft aan mij. De dokters vechten door. Ze weten niet waarvoor. Wat heb ik door mijn schuld haar aangedaan? Komt die jongens allemaal uit volle borst. Manuela, Manuela, Manuela. 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 Manuela.